Ik ga nu naar. Rijm is super interessant. Waarom vinden we rijm mooi om te beginnen? Waarom vinden mensen dat er een rijm goed hoort bij een gedicht? Waarom vinden we dat? Dus voor kunstpoëzie geldt dat niet meer per se, maar Sinterklaasgedichten moeten rijmen als mensen echt hun hart uitstorten van verliefdheid of van verdriet of om iemand te troosten, dan gaan ze vaak toch nog wel rijmen. Maar waarom? En wat rijmt er precies op elkaar? Dus ik ga eerst naar boven, want daar staat de oven. Prachtig gedicht, maar waarom rijmt dat op elkaar? Ja, rijm betekent de beklemtoonde klinker van het laatste woord en alles wat daarna komt, is hetzelfde in de twee regels. Waarom dat? Waarom precies dat? Waarom zijn dat de stukjes die op elkaar moeten rijmen? En dat zijn in heel veel talen de stukjes die op elkaar moeten rijmen. Ja, het heeft misschien iets te maken met de prominentie van die beklemtoonde klinker. En dan alles wat daarna komt, dat is eigenlijk nog een soort nagedachte bij die beklemtoonde klinker. Misschien, kort gezegd. Misschien vertel ik daar ooit nog wel eens een keer wat meer over. Nog interessanter wordt het als we gaan kijken naar niet-perfect rijm. Ik ga eerst naar boven, want ik moet iets lozen. Prachtig gedicht. Mijn roeping gemist als dichter. Ik ga eerst naar boven, want ik moet iets lozen. Waarom rijmt dat op elkaar? Voor sommige dichters rijmt dat. Een V en een Z, die lijken genoeg op elkaar. Ze zijn allebei stemhebbend. Je laat die stembanden trillen. Het zijn allebei zogenoemde ruisklanken. Je kunt ze lang aanhouden, er klinkt geruis zoals die naam al zegt. De ene maak je weliswaar bij je lip en de andere maak je achter je tanden met je tong. Maar dat verschil is kennelijk klein genoeg dat je het niet zo goed hoort en dat het dus voor sommige dichters ruimt. Ik loop naar het raam, want daar wil ik staan, ruimt om diezelfde reden ook. De M en de N klinken heel erg hetzelfde. Het is moeilijk het verschil te horen. Het is moeilijk voor jullie nu om te horen wat ik nu precies heb gezegd. Je kunt het horen, maar het is relatief moeilijker. Het is moeilijker dan het verschil tussen p, p en t, t. Hè? Dat kun je makkelijker horen zo in isolatie en zonder dat je ziet wat ik doe. En omdat dat verschil makkelijker te horen is, rijmt ik. Ik ga naar de. Ik ben heel erg kwaad. Want ik heb veel slaap. Ruimt niet zo goed. Hoewel dat eigenlijk bijna hetzelfde verschil is als tussen raam en aan. Alleen dat verschil hoor je minder goed. Je kunt dus met experimenten, we hebben daar experimenten naar gedaan, kun je dus op deze manier met rijm constateren hoeveel klanken op elkaar lijken en waar de verwarring eventueel zou kunnen ontstaan tussen klanken. Nog interessanter is dat de klinker in het Nederlands in ieder geval meestal niet mag, anders mag zijn. Dus ik ga eerst naar bladel en daarna naar hedel. Dat rijmt gewoon niet. Dul is helemaal hetzelfde, dat deel is helemaal hetzelfde, maar de klinkers zijn te verschillend. Ik zeg in het Nederlands, want er zijn tradities. Traditionele Siciliaanse poëzie ruimt geloof ik een A wel op een E en een E op een I. Daar vindt men de verschillen tussen die klinkers niet zo groot dat men daar problemen mee heeft, maar wij wel. Ik ga eerst naar bladel en daarna naar hedel. Dat herken je bijna niet eens als ruim. Hè? En dan is weer het gekke dat bleek ook uit een experimentje dat ik ga eerst naar lesbos en daarna naar ambos. Is hetzelfde verschil. De onbeklemtoonde lettergreep bos is hetzelfde. Maar de klinker is anders. En dat rijmt voor mensen toch iets beter. Daar hebben mensen minder problemen mee dan ik ga eerst naar hedel en daarna naar bladel. Of andersom. En hoe komt dat dan? Dat komt dan waarschijnlijk weer omdat dat bos een soort
reservebeklemtoonde lettergreep is. Dus ik ga eerst naar ambos en dan naar lesbos. Dat kan nog rijmen omdat je dan bos ziet als een lettergreep die ook nog een soort van klemtoon heeft. En hedel in hedel bladel kan dat niet, omdat dul, een e, zo'n toonloze e, nooit klemtoon kan hebben.